Dit zijn een soort van statistiekmaatregelen, maar waar is het hart, weet je wel? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik niet zo heel erg mening van heb over heb het. Als het moet, dan moet het. Gemengde gevoelens. Ik vind het natuurlijk voor heel veel mensen heel erg vervelend. Hoe strenger de maatregelen, hoe zwaarder. Ook voor jongeren, denk ik. Ik ben zelf lerares. Maar ik denk dat het noodzakelijk is. Ze doen dat niet voor niets. Ik vind het goed, maar het moet niet te lang duren. Ik moet echt zeggen dat ik hoop dat alle Nederlanders, dus alle Nederlanders, voor jullie, alsjeblieft, we moeten het samen doen. En als we nu even doorzetten, gewoon deze komende maanden of 2 maanden of wat dan ook, dan kunnen we in mei gewoon lekker weer met z'n allen op een terrasje zitten en gezellig over het leven praten. Dubbel. Ik snap wel dat die ingesteld moet worden, maar toch mooi kut. Ja, kut. Wel echt heel erg kut. Het betekent dat ik veel dingen niet meer kan doen omdat ik overdag werk. Ik begrijp natuurlijk wel dat het eventueel nodig is, maar ja, het is wel bizar of zo. Dat dacht ik al van, oh, je mag echt je huis niet meer uit na 8. Dat vind ik wel heel heftig of zo. Nou, niet zo leuk, maar misschien is het nodig. Alhoewel ik in mijn beleving, in mijn omgeving niet denk, wat ik ervan zie, dat het effect heeft. Nee, ik vind het erg jammer. Ik denk dat het niet is aangetoond dat het helpt. En heel veel mensen het fijn vinden om 's avonds nog een wandelingetje te maken. Een beetje buiten komen. Ja, dat kan dan niet meer. Of nou ja, dat mag dan niet meer. Maar misschien dat ik het moet maar zien of we dat dan toch gewoon gaan doen. Nou ja, ik denk gewoon dat er mensen gewoon blijven logeren bij anderen. En dat je dan gewoon moet zeggen van nou, ik ga bijvoorbeeld even bij jou chillen. Maar dan moet ik wel blijven logeren. Ik vind gewoon dat het best gevaarlijk is, zeg maar. Ook op depressieniveau, zeg maar. En op mentale gezondheid van Nederlanders eigenlijk. Dus daar maak ik me heel erg zorgen om. Nou, ik merk het zelf ook. Dat alle dingen die ik deed. Of het feit dat ik best wel veel thuis zit en geen werk meer heb. Gewoon heel veel impact heeft. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om zeker nu deze avondklok komt gewoon op elkaar te letten. Op je buren te letten of wat dan ook. Gewoon een beetje rond te kijken als je met je hond loopt of met je kat. Ik weet niet wat je doet. Ja, sommige mensen doen dit. Maar dat je gewoon op elkaar moet letten. Zeker met deze avondklok.